Goedemorgen, half uurtje later. Blijkbaar is het hostel waar ik slaap hier. Oh, godverdamme. Het ziet er niet echt bewoond uit. Nope. Ah, dat is een stomme. Niet gecheckt. En dan sta je dus voor een lege deur. En ik heb het in Toronto nog gevraagd van... bestaat het hostel in Montreal nog? Ja, dat bestaat nog. Ja. Ik denk dat ze ten dele gelijk heeft. Het gebouw bestaat nog, maar... er is niet echt veel meer van over, denk ik. Terug naar de Greyhound, denk ik. En op naar Halifax. Of zo. Later.